doen we ze te pakken of zo? Toch een soort van pikkel. Ja. Ja. Nee, dan pak je toch gelijk bij de buiten, is zacht. Zo, moet ik hem even houden. Kut, hek beweegt, dan kan ik hem weer niet scherp krijgen. Kijk, net zo erin. Mooi hoor. Ik moet niet op YouTube te kijken hoe het gaat. Ja, die leggen hier vijf en dit hoef ik niet en dat hoef ik wel. Dat is een stuk huid, ja. Ja, vark, ik heb een stuk. Een vark ook, ja. Ja, maar hij is sterk. In Amsterdam hadden ze zo'n goede dingen bij. Nou, ze zagen het beginnen ze toch langzaam uit te schieten. Ja, dat is een snitje, zeg maar. Ja. Hallo, darmpjes. Ik ben juist recht. Ja, niet, ja zeker. Ik vind het echt mooi. Ik ga dadelijk spek lappen eten, dat heb ik nou wel gezien. Het liefst sta je erbij, of niet? Nee, het is lange mama eruit. Hoppa. Hoppa. Ik denk dat die wat is. Hij gaat toch ergens anders, snap ik al niet. Daar is hij er al. Kop heen, is omlaag. En maar daar. En dan zit die haak ook echt niet snel. Ja. Smakelijk vindt ze nou mee. Ja, gewoon die avond die hadden we al op. Maar blijkbaar hoeft hij dat te zien. Dat is het. Ik ben ook niet zo kapot vandaag, maar... Nee? Ik heb het liever op het haakje. Het zijn je tarpen. Ik ga het weer doen. Ik heb het nooit geproefd. Ja. Lamheim. Die andere is misschien aardig licht te raken. Ja, dat denk ik ook wel. Volgende. Nee, ga zo richting dorp of in een drankje doen? Wil je een beetje ver zullen mee te gaan? Ja, een momentje. Ik heb 5 minuten volmaken. Ja. Ja, dat is de natuur, hè, zo. Heel smerig uit, hè. Nee. Nou, een stukje vlees in de bord krijgen, dan denk je waarschijnlijk hier op de... Ja, deze. Ze zijn hier dan ook neergelegd? Ja. Nee. Dat hebben die beesten zelf gedaan. Ja? Deze die doen ze eens in de paar dagen, krijgt deze pas voedsel aangeboden. Want in de natuur is natuurlijk een gier die eet natuurlijk alleen maar kadavers. Dus in de natuur gaan we niet altijd eten.
deze gieren die komen uit Afrika, die zweven altijd heel hoog in de lucht, hè, op zoek naar inderdaad.